Nou, we zijn dus hier beland vandaag. Ook leuk. Hij heeft dus 3 trappen. Oh, wat kijk je boos. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karen. Karen en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zondag 28 maart 2021. En het is nu 3 uur op de klok. Alleen hier is nog 2 uur. Maar de zomertijd is ingegaan en ik moet die klok nog gaan verzetten. Maar ik ga nu lopen met Lady. En ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Versnuffelen bij de deur. Hey, ja. Zo. Het waait inderdaad lekker. Ja, kom maar deze kant op. Ja, goed zo. Nee, kom deze kant. Dat weet je, jongen. Daar hebben we. Want wij gaan nu zometeen nu op weg naar paal 83. 83, niet 82. Het zou leuk zijn als dat nou eens een keertje een uitkijktoren zou zijn. Ja, dat is het ook, maar dan voor iemand anders. Ja, en voor de zendmasten. Want als wij die niet hadden... Ja, die zien jullie dan niet. Hadden wij dus ook geen tv en ook geen radio en ook geen internet. Geen tv, maar dat gaat via de kabel. Nee. Via internet. Via schotel. Nee. Nog steeds. Via internet gaat dat. Echt niet, kijk maar. Van tv via internet. Willen jullie weten? Nou, ik zou zeggen, kijk maar even mee wat ik bedoel. Deze grote mast, ik zal even proberen in te zoomen, tot zover. Het zijn allemaal masten, allemaal schoteltjes. Alleen maar grote straalzenders. Hey, handhaving, hoor je handhaving. Mag ik jullie filmen? Ja, dat mag. Want ik zit in mijn eigen auto. Is het jouw auto? Hè? Is het jouw auto? Nee, het is jouw auto, want het staat op jouw naam. Niet mijn auto, jij hebt dat ook al. Mag je hier parkeren? Nee. Het is een gele streep. En als Alex het niet mag, dan mogen we het ook niet. Dat heeft niet. Het is nader los. Nou maar de koekoek. Jezus. Hier zit mega in. Jeetje mina. Twee, drie. Jee, wat een kranen. Zijn er twee op je? Nee. Dit is de grote. Dit is en dit is... nee, er zijn er 4. Deze. 4 kranen, maar is dat er 2 boten of is deze? Ja, dit en dit zijn 2 boten. Oké. Dit zijn er 2. In totaal. Nou, we zijn dus hier beland vandaag. Ook leuk. Hij heeft dus 3 trappen. Deze trap. Deze trap. En hier een trap. Dus ja, dat is leuk. Rodi heeft dus nu die trap genomen. Ik ga niet deze trap nemen, maar ik ga deze trap nemen. Nou, het is nu bijna op een halve minuut. Bij een halve minuut ga ik naar boven. Ja, ik ben begonnen aan mijn reis naar boven. Met jullie. En het waait. En hoe hoger we komen, en hoe harder het gaat echt waaien. Ja, dan moet je op mijn camera letten.
Nou, schat, en waar staan we nu? We staan nu op de uitkijktoren. Even een beetje harder praten als je wil. De uitkijktoren. Ja, van? Van de Maasvlakte 2. Ja. Paal 83. Helemaal correct. Ja. En vertel, wat is bij je gevallen bij deze uitkijktoren? Deze uitkijktoren is dat je hier omheen kan kijken overal. Ja. In de verte achter jouw kant, zou je de andere uit zien. Ja. Hier zijn werkeilanden. Een werkeiland, ja, deze ja. Werkeilanden, voor dus kabels te leggen, over de zeevoer. Ja. Of aan de werkzaamheden aan een boerplatform, weet ik het. Dus nou ja, ik zal het even praten. Deze werkeiland, deze werkeilanden. In het Kalandkanaal worden de allergrootste werkeilanden, booreilanden in de volksmond, voorbereid op nieuwe opdrachten. Werkeilanden zijn er in verschillende soorten. Er zijn bijvoorbeeld zelfvarende kraanschepen die kabels en leidingen op de zeebodem leggen. Maar er zijn ook productieplatforms die worden ingezet voor onderhoud of als raffinagefabriek of zo, weet ik wel. Maar een boerplatform, en dat doet ook nog in Engels, helemaal goed, grazingsweide, van alles. En een van die twee heren is ik ga naar beneden lopen samen met jullie. En Rodi gaat daar. Koek, koek. En hier ging Rodus net naar boven toe. En daar staat Ro. Kijk eens. Oh, wauw. Hier en voor de paal. Wat kijk jij lekker boos?
Oh, wat kijk je lekker boos. Nou, maar verder rijdt hoor. Wat kijk je lekker boos. Wat kijk je boos. En ik hoop dat jullie heel erg genoten hebben van deze vlog. Dus als je deze vlog nou leuk vindt, ik zou zeggen, doe het belletje aan. Want dan blijf je op de hoogte. En abonneer. Want dat is heel belangrijk. Ja. En laat ook gewoon een leuke reactie achter. Want dat zou ik heel fijn vinden. Want als ik het niet van me vergeet. En ik krijg wat druk. Krijg je sowieso een reactie terug. Dus wie wil dat nou niet? Wil jij dat? Nou, ik zou zeggen. Doe het belletje aan. Abonneer. En reageer. En doe het duimpje omhoog. En dan zien jullie mij morgen weer. Bij een gloednieuwe vlog. Doei doei!